ben niet naar Razou gereden. Ik kreeg gewoon gisteren de filmpjes die jullie net zagen doorgestuurd van Jackie, die op stap ging met de kat Joe en de hond Baxi. Het is natuurlijk heel leuk om Razou nog eens te zien, maar het doet ook best wel een beetje pijn. Vooral nu ik zie dat de boshyacinten in het bos daar volop aan het bloeien zijn. Dat is elk jaar een fantastisch spektakel en dat moet ik missen. Maar gelukkig hebben we die videobeelden en die deel ik heel graag met jullie. Het klein beetje verdriet, die moet je er dan maar bij denken. Dag 33 van de lockdown, nog 83 abonnees te gaan. Dat is er eentje meer dan gisteren. Iemand heeft ons dus verlaten. Die is waarschijnlijk naar de Brico of zo, ik weet het niet. En nog 23 nachtjes slapen voor het einde van de confinement hier in Frankrijk. Wat blijft groeien ondertussen is mijn verhalenbende. Ik heb één nieuw anoniem bendelid. Ik heb ook een nieuwe sergeant, dat is Ans. Ans, echt heel blij dat je erbij bent. En ik heb ook twee nieuwe leiders. Philippe. Dikke merci, Philippe. En Pascal van Mobiel Wonen. Weet je nog van een paar vlogjes geleden? Zeker eens naar zijn YouTube-kanaal Mobiel Wonen kijken. Dat is echt wel heel leuk om te zien. Hij vlogt ook dagelijks in deze tijden van lockdown. Dus heel erg bedankt aan die nieuwe leden. We zijn ondertussen al met 16 man, vrouw in mijn verhalenbende. En dan Anouk. Anouk, een heel, heel, heel gelukkige 15e verjaardag. Ik weet dat ik een dag te laat ben, maar in Frankrijk zijn we met alles een klein beetje trager. En misschien op die manier duurt je verjaardag een dagje langer. En ik hoop dat het een heel leuke dag werd gisteren en dat het coronading niet te veel roet in het eten heeft gestrooid. Van verjaardagen gesproken, ik neem jullie even mee. Mijn huisje, en dat is dit huisje hier achter mij, verjaart niet, al is het toch al best oud, denk ik. Want toen ik het huis kocht, toen vertelden de toenmalige eigenaars mij dat ze bij het installeren van de nieuwe dubbele beglazing kranten hadden gevonden, of documenten hadden gevonden in de muren, die dateerden van voor de Franse Revolutie, maar voor 1789. Dus het is echt wel een oud huisje. Maar vandaag vieren wij samen een verjaardag. Het is vandaag exact 1 jaar geleden dat ik dit huis heb bezocht met de immobilier. En ik was op slag verliefd. Ik denk dat het bezoek 10, maximum 15 minuten heeft geduurd en op dat moment heb ik meteen beslist, ik teken. En ik heb ook meteen getekend, dus het is exact 1 jaar geleden dat dit huis, dat deze fantastische plek in mijn leven is gekomen. En ik heb het mij echt nog geen seconde beklaagd. Ik vind dit huis nog altijd superleuk. Ik heb er best lang naar gezocht. Ik was al 1 jaar of 2 bezig, denk ik, de markt zo wat aan het uitpluizen hier in de Morvan. Ik wist zeer goed wat ik wilde. Ik had een vrij laag budget en ik wou gewoon iets met een grote tuin, maar ook niet te groot. Het geeft net geen 1000 vierkante meter, dus dat is groot, maar ook niet te groot. Ik wou iets met de schuur. Deze heeft een grote schuur. Ik wou een huisje die niet te groot was. Het is helemaal niet te groot. Ik wou iets met niet al te veel werk. Nieuwe elektriciteit, nieuwe waterleidingen, dubbele beglazing. Eigenlijk is alles volledig gerenoveerd, behalve nog die dakverdieping. Maar daar werk ik de komende winter aan. En ik wou iets wat heel rustig was. Niet per se helemaal afgelegen, maar wel iets op het einde van een straatje, waar weinig lawaai was, waar ik weinig mensen zag passeren. En ik zit op het einde van een doodlopend straatje. Ik zit hier dus eigenlijk perfect. Dus ik ben hier eigenlijk al een jaar best gelukkig. En toen ik dit vond, ja, dan heb ik echt niet getwijfeld, ook door de prijs. En ik ben eens gewoon benieuwd. Ik ga eens een klein onderzoekje doen bij jullie. Deze vraag geldt enkel voor de mensen aan wie ik het nog niet heb verteld. Dus die mogen echt niet meespelen, anders dan eerlijk. Maar aan de rest, hoeveel denken jullie dat ik voor dit huisje heb betaald? Laat het mij weten in de reacties hieronder. Trouwens, die voorspelde regen, die is er niet echt geweest hoor. Het is vannacht, heel vroeg vanochtend, een klein beetje geregend. Toen ik wakker werd, zag ik dat het gras wel nat was, maar al de rest was alweer droog. Dus een paar druppeltjes op een hete plaat. Heel de ochtend was het vol een bak zon, heel mooi weer. Nu is het zo wat terug bewolkt aan het worden, maar het is nog altijd niet koud. Dus de droogte die blijft gewoon duren. Ik had onlangs in een van de Q&A's trouwens ook van iemand de vraag over mijn domicilie, of dat hier was of in Razou, en ik zei dat het in Razou was en dat ik daar eens werk moest van maken om het naar hier over te brengen. Wel, ik heb dat gedaan. Dat is iets waar ik gisteren of eergisteren mee ben bezig geweest, dus officieel woon ik nu hier in dit huisje. Schoon verjaardagscadeau voor mijn huis, of wel, ik ben er nu echt wel officieel. En wat valt er anders nog te vertellen? Wel, er zijn een paar leuke gewaarwordingen, een paar leuke ontdekkingen de voorbije dagen. Ik heb voor het eerst gisteren volop de krekels gehoord, hier rond het huis. Dat wijst echt wel op de zomer die er aankomt. En wat ik gisteren plots ook hoorde, was een geluid, een vogelgeluid, die ik helemaal niet kon plaatsen. Tot ik plots, 's middags, net voor mijn deur, 2 hoppen. Hoppen, hops, hop.
hop, die vogel, die ken je wel. Ik zag er twee voorbij vliegen en effectief, dan heb ik eventjes dat opgezocht en het was het geluid van de hop die ik ook voor de rest van de namiddag heb gehoord. En wat ik ook heb gehoord, een paar dagen geleden, was de koekoek. Voor het eerst de koekoek, dus die is ook aangekomen. Dus ja, de zomer die is nu echt wel op komst. Hè. Zo, ik denk dat ik jullie een beetje heb bijgepraat. Het is zaterdag, ik ben een beetje aan het lezen. Ik ga niet zoveel doen, denk ik, vandaag. Morgen is zondag, dus morgen komt er opnieuw een object van de week. Dus vergeet zeker niet te kijken. En voor de rest, blijf in jullie kot en hou het veilig. Merci, tot morgen.